was gelukkig omdat Ter Been op doel wilde schieten, maar de bal verkeerd raakt en dus Arvelat. En dan gaat het lopen bij AZ. Met weer Martens. Martens, Den Belen pikt dan op. Martens, prachtig gedraaid. Schitterend op de paal naast doelman Coltorti van Grasshoppers. Weer Martens en daar gaat De Zeeuw. En wat doet de doelman daar in vredesnaam? Coltorti uit zijn doel. En De Zeeuw behoudt het overzicht. En zo is het 2-1. 78ste minuut. Daar is Den Belen. 3-2 voor AZ. Op aangeven van Danny Koevermans. Koevermans in het veld gekomen voor Schaars. Arvelatse achter de twee spitsen. Koevermans en Den Belen. Ook de doelman is mee. Coltorti. Coltorti houdt voor meevoetballen. Wordt het hem weer fataal? Veel ruimte. Martens. Martens alle tijd en schiet de bal in de verre hoek. En dan is het toch echt beslist in Zurich. 4-2 voor AZ in de blessuretijd. En er komt nog een kans. Nog maar één verdediger bij de Grasshoppers. Den Belen kiest positie. Den Belen krijgt hier de bal. En maakt er uiteindelijk 5-2 van. 3 punten voor AZ. En de ploeg is zo goed als zeker door in het UEFA Cup toernooi.